Okay, wij hebben dus nu ook zojuist onze eerste aanvaring gehad met deze compleet overspannen politie. Dus ik zag de mensen van boven vandaan, zag ik ze aankomen lopen. Ze werden onmiddellijk omsingeld door de politie. Toen ik hier beneden kwam, heb ik dan de man gefilmd die in het busje werd gesmeten. Can you give me your... Yes, when I'm finished with my doing my job, I will. Okay. It's here, okay? Ja, zodra ze dus door hadden dat we filmden, was het gelijk blijven staan. Je mocht geen kant op. Er werd nog even gediscussieerd of we niet gelijk meegenomen werden. En uiteraard moesten we de perskaart laten zien. Waarom? Omdat niemand die hier geen perskaart heeft, mag filmen. Nou, zoals jullie zien is dat natuurlijk totale bullshit. Ja, nadat ze in ieder geval onze paspoorten en de andere gegevens hadden genoteerd en er nogal wat mensen omheen gingen staan om foto's ervan te nemen, was het ineens wel oké voor ons om door te lopen. Zich er iemand hier van de NVJ, de Duitse NVJ, die ons nog eens even benadrukte dat wat wij filmden, dat dat illegaal was wat de politie deed. En dat was waarschijnlijk ook de reden waarom ze absoluut niet wilden dat dit materiaal naar buiten kwam.